Eeuw, het Ibrahim, woi woi. Heel echte mannen, woi woi. Positiviteit, woi woi. Activiteit, woi woi. Negativiteit, woi woi. Geen tijd voor, woi woi. Heel wegen door, woi woi. Brian Vlogs. Oké, zijn hier. Ja, ja. Yo, strijder. Ja. Hoe gaat ie? Dat gaan we doen, wij. Dat is de bedoeling. Even, ja, kijk eens, strijder. Wow, lekker hoor. Oké. Okay. Ja, wij kunnen nou allemaal, hè? Ja. Het is een hele kijk, Mira. Ik lach. Oké, rustig aan. Oké. Jawel, daar zijn we weer met een nieuwe vlog. De eerste vlog. Je opent er wel anders dan Willem. Ja, ja, dames en heren. Met wie zitten we hier? Met Amira. We gaan nu naar Frankrijk. Wat gaan we in Frankrijk doen? Ik ga een wedstrijd spelen. Wat voor wedstrijd? Kickboxwedstrijd. Vertel eens even aan de mensen wat je al hebt gewonnen. Ik ben 4 keer Europees kampioen. 4 keer Europees kampioen? 2 keer wereldkampioen, 2-2. En 1 kind uit. Hoor je dat, mensen? Maar hoe oud ben je? 9. 9 jaar? Ja, 9. 9 jaar en al zoveel prijzen binnen? Ja. Maar eerlijk, voelt dat niet gangster dan? Dat voelt toch lijp, of niet? Hè? Jawel. En we gaan nu naar Frankrijk. En wat gaan we in Frankrijk doen? Wat is de bedoeling? Ik ga vandaag wegen om 6:30. En dan zaterdag ga ik vechten. Tegen wie? Tegen een meisje. Oké, een Franse meid. Ja. Maar is dat een Europese kampioenschap of wereldkampioenschap? Wat? Ik denk wereldkampioen. Of Europees, maar ik denk wereld. Dames en heren, jongens en meisjes. Opa's en oma's. Papa's en mama's. Neefjes en nichtjes. Zussen en broertjes. Wij gaan nu gaan wij naar Frankrijk. En zij gaat haar wereldkampioenschap verdedigen. Ja. Zeg ik het goed? Ja. Juist. Je gaat ze verdedigen. Doe ze even aan. Hij staat aan. Je ziet, dit. Let's go! Ja, oh, nee. Dus nou. Om dit wel blijven doen bij ons. Ja, zeker. Ja? Dat moet. Je hoeft dat niet naar. Holla, jij lijkt echt op Willem. Wij zijn echte vrouwen. Echte mannen. Hoe kom jij daar nou weer bij? Ik ben toch vrouw? Ja, dus? Maar echte mannen, dat zijn echt. Als je zo. Echte mannen. Oh. Nee, dat zou ik niet doen. Nee. We zijn aan het rijden. We moeten snel je gordel om doen. Ja. Je bent wel een beetje. Dit heb ik jullie nog nooit zien doen. Dit is pas ons eerste deel, hè? Ja, en je maakt me nu al gek. Oké, wij zijn echte vrouwen. Emira, je zit kom en jongen, Emira. Je zit kom en jongen, Emira. Tu harili ko, mijn championa. Emira, je zit kom en jongen, Emira. Je zit kom en jongen. Yes, daar zijn we, mensen. We zijn aangekomen. Je parle français. Sinon, et toi? Comment tu t'appelles? Wat zeg jij? Comment tu t'appelles? Ik is allemaal druk en zo. Ben je nou druk te bezig? Dit is trouwens de vader van Amira. Ja, strijden. Je mag het ook. Hè? Ja. Je komt niet vaak op. Nee, helemaal niet. Je houdt er niet van, hè? Nee, daarom mag bij jou ook geen probleem. We hebben hier de trainer. Maar ben jij nu wel een beetje zenuwachtig voor haar? Of eigenlijk? Eigenlijk niet, man. Gewoon. Ik weet wat ze kan, ik weet. Dat net zoals dat die tegenover haar komen gewoon een probleem voor hen wordt. Dus, ja, hè? Ja. Dat is voor mij. Ik ben niet zenuwachtig. Wacht even. Waarom wachten? Wacht even, ja? Klaar? Pas nu. Gaan we echt met z'n allen hier nu zo in? Failliet? Was dat? Nee, sorry. Snap je? Snap. Yes. 106? Ja, 103? Snel omkleden. Hey, Younes, direct omkleden, dan gaan we. Ja, gelijk. 106. Ja. Ik ben niet vechten met het spelen. Wat gaat er nu gebeuren? Ze moet omkleden. Oké, voor wat moet ze omkleden? Voor de weging. Oké, je gaat nu wegen?
Ja, we moeten daar om 6:30 zijn, dus... Oké. Okay. Hey, moet je wel een beetje opschieten. Rani, je moet ook even snel een beetje parfum op. Andere... Hey, maar kom. Ik moet een oké, okay. Succes. Doei. Amira, tot zo. Amira. Ja. Amira. Amira. Tot zo. Tada. Oké. Okay. Kom, we moeten echt direct gaan. Ja, hè? Ja. We hebben echt geen tijd. Oké. Okay. No time to win. Waarom ben ik zenuwachtig eigenlijk? Wil je wat weten? Ja, omdat wij uit dezelfde streek komen. Weten, papa? Dat is één. Ja. Ja, kom maar. En ja. Ja. Kijk wel binnen, hè? Ja. Oh, zeg, kom, kom. Het is gelukkig 10 minuten hier vandaan. Kom, gaan. Oké, dames en heren. Zij gaat nu. Hallo. Gaat ze wegen. Dames en heren, we hebben er zin in. Ratata! Ratata! Ja, doe ze even links-rechts. What's up? Wat was dat? Links-rechts. Ja, opzoek erbij. What's up? En dit, wat is dit? Hey, daar zijn ze. Wie? Ja, ja. Wie zijn dit nou? Van welke? Het is, kijk eens. Ja, ja. Hij wil niet open doen, hè? Nee. We hebben allemaal elkaar, hè? Oké, het begint nu echt spannend te worden. We gaan wegen. Wat nou als je te zwaar bent? Echt? Dus als jij te zwaar bent, zo, dan mag je niet vechten. Maar dat is echt een probleem dan. Ja. Dan zijn we helemaal voor niks gekomen. Ja. Hey, manager, let je wel op. Yes. Wat zei je nou? Ja, als het Betty arriveert, dan... Wie is Betty? Betty is de communicatiemanager van Infusion. Oké. Nou jongens, we zitten hier en volgens mij wordt een reportage. Het zal wel een reportage hebben. Ja, kan een reportage hebben. Je bent daar bij Van Maghreb, daar op elkaar. Ja, lekker, door ze Alem Kamel. Het werken ze. Moet je eens kiezen het camera daar? زين كنشوف كنت تعمل مجهود كبير باش توصل ان شاء الله للقمه وهي راه دابا البدايه ديالها مزيانه ايوا كنتمنى ان شاء الله في التوفيق لها في هذا ان شاء الله بارك الله فيك الله يبارك فيك Ik denk dat dit niet allemaal een beetje voor jou geregeld dan vanmorgen. Gewoon chill. Gewoon chill? Ja. Ik ben een superstar. Voor mij is het chill. Ja? Ben je dan niet een beetje zenuwachtig en zo? Voel je wel speciaal? Nee. Voel je nu niet speciaal? Eigenlijk is het wel grappig. Als je haar zeg maar, tijdens een wedstrijd ziet, is het heel serieus. Ja. Het is gewoon een 9, weet je. Het is gewoon een kind. Het is gewoon een kind, gewoon. Heel kinderachtig, ze loopt overal heen. En ze doet van alles, spookt alles uit. Dat is toch wel mooi om te zien eigenlijk. Ja, het is. Ja. Als ze de ring instapt, dan... Het is gewoon een volwassen. Het is echt gewoon onbevlogen eigenlijk. Ja. Loopt alles vrolijkjes? Alles loopt op vrolijkjes, joh. Ja. Maar ben je dan niet een beetje zenuwachtig? Nee, joh. Huh? Dat is verleden tijd. Zeker. Maar het is toch wel lijp. Het is allemaal wel echt professioneel en zo. Ja, dat sowieso. Dus, op het hoogste niveau moet je het laten zien. Maar wat vraagt het van jou als vader? Dit allemaal? Ja, veel. Gewoon, ja, je moet erbij zijn. Je moet haar voorbereiden op dit. Mentaal en trainingen brengen. Dus dat pakt ook veel tijd. En, ja. Ik maak alles mee, snap je? Van dichterbij. En, dus, kost veel tijd en energie. En... Ja, klopt. Kost veel tijd en energie. En je moet haar ook mentaal voorbereiden, snap je? Dus het is ook een beetje psychologisch. Het is een spelletje. Dus het is niet zeg maar van, oh oké, okay. Nee, je moet met haar praten, je moet dit, je moet dat, je gaat winnen. Ja. Je moet haar zeggen natuurlijk dat ze sterk is en dat ja. Ze dit en dat tegenstander wat minder is. Altijd wel wat. En hoe vaak ben je eigenlijk met haar op pad?
Net als dit, je maakt wel echt momenten, zeg maar, die... Bijvoorbeeld, ik ben op dit moment ben ik niet met mijn kinderen. Jij wel? Klopt. Amira die is altijd met mij. En we zijn nu weer al vanaf 8 uur op pad, tot nu. En het is nu al, hoe laat is het nu? Het is nu 6 uur. 6 uur, dus... Hier met? Nidal Bashiri. Nidal Bashiri. Yes. Best wel live hier, man. Ja, we zitten allemaal achter. Ik haat deze stad. Ja, ik weet het. Ja, altijd kleren en dit en dat. Ja, toch, ik ben daar niet van. Ja. Die Amira. Ja, ja. Amira de wondergirl, toch? Ja, ja, ik zie veel van haar. Ik zie veel van haar. Mashallah, klein meisje, goed bezig. Heeft inspiratie, dat is goed. Ze moet dat vasthouden. Haar dromen zeker volgen, wat ze wilt worden. Dat is heel belangrijk. Ik wens ik haar veel succes. En ik sta achter je. Nou, we staan hier met... Edwin van Oost. En Edwin, jij bent de organisator? De CEO van Enfusion, ja. Ah, dat is niet mis. Dat is niet mis, nee. Wat maakt Enfusion zo uniek? Uniek? Ja, dat we eigenlijk 20 live evenementen per jaar doen. Over eigenlijk heel de wereld. Wel hoofdzakelijk gefocust op Europa. Maar we hebben altijd erg leuke partijen. Met alle doorbrekende talenten, hoop gevestigde namen. We zijn nu 6 jaar bezig, dat gaat erg goed. En dat gaat echt hard. Echt heel hard, en, ja. Het box komt hier echt wel op positieve daglicht. Ja. Dat merk je ook steeds meer. Ja, het gaat steeds beter. En steeds meer kinderen doen daar mee. Steeds meer kinderen. Wij richten ons wat minder op kinderen. We hebben nu natuurlijk een uitzondering, omdat we een groot talent in de show hebben. Daar is ze. We hebben natuurlijk al een keer eerder een demonstratie laten doen in Abu Dhabi. En nou ja, nu gaat ze het echt met een tegenstander laten zien natuurlijk. En het is vrij nieuw voor jullie eigenlijk? Is nieuw, ja. Wij doen eigenlijk in de regel niet of nauwelijks kinderen, alleen in het voorprogramma. Oké. En wat maakt hij zo speciaal, Amira? Ja, ik heb er eerlijk gezegd heel veel de pers gezien. Ik ga nu haar eerste wedstrijd morgen bekijken. Maar ik verwacht er een hoop van haar. Oké, wat gaat er gebeuren, jongens? Iemand van Telegraaf wil Amira spreken. Goedenavond, je spreekt met Faye Tabdi van Cantera Management. Is dit het nummer van Lieke Jongbloed? Nee. Ja, dat is een Hey, show. Ziet allemaal stoer uit, hoor. Ja, kijk, je moet eens naar jezelf kijken. Wat dan? Je zit er pas voor. Echt? Zo, wat is met jou gebeurd? Wat gaan we doen namiddag? Eten. Mijn 100 jaar. Ik kom net van de werking. En we gaan nu naar het restaurant met z'n allen. Zeg, groot kopje, waar ga je heen? Zo alleen. Zeg, groot kopje, waar ga je heen? Zo alleen. Ik ga voor je boetjes brengen in het bos, in het bos. Brengen in het bos. We bouwen voor de wilde dier, ben niet bang. We bouwen voor de wilde dier, ben niet bang. Dus jij bent niet bang voor de wilde dieren? Nee. Dat zullen wij nog eens zien. Ik ga nog de afsluiting maken, want we zijn uit eten geweest. Ik heb 3 uurtjes in de auto gezeten. We leven met de auto en met het vliegtuig. Vandaag was het toch wel een leuke dag. Ik vond het heel erg leuk. Morgen, inshallah, ga ik winnen. Weer een partij. Ja, ik hoop het. En vooral voor de pillen. Deze is voor jou, Bilal. Doei! Hallo, zit de manager erbij in? Goedemorgen, mensen. We zijn weer wakker. Hola.
Robocop 2.0, moet je kijken. Jongen, hij is gewoon wakker. Hij is gewoon aan het werk op. Ja, jongen, sta op, Brem, kom op. Ik zit al een uur te wachten totdat deze man klaar is. Dat is echt niet normaal. Hoe laat sliep je gisteren eigenlijk? Ik sliep 1 uur. Ja? 1 uur. Nou. Oh, is het gewoon, ze sliepen om 8:30 of zo? Nee, om 7 uur na een jeugdjournaal. Wat denk jij vandaag, Wahid? Ja, we nemen de belt weer mee terug naar huis. Dat is wat ik denk. Voor morgen, hè? Middag? Ja, hoe leuk. Hoe laat het wakker? Brian. Ja. Kwart over 9? Kwart over 9? En wat is jouw ontbijt? Maar geen crackers. Ja? Heb je er zin in vandaag? Pas maar gelijk een beetje. Heb je er zin in? Ja, dat gaat wel straks. Oké, rustig aan. Ja. Nou, ga lekker snel eten. Zeg maar tegen de kijkers. Doei. Tot straks. Oké, dames en heren. Vanavond is er een battle en nu ook. Wat gaat er gebeuren? Meneer manager, wat gaat er gebeuren? We gaan een wedstrijdje doen. Wedstrijdje? En degene die verliest... Ja. Degene die verliest moet €50 aan mij geven en die overhandigen aan Amira. Nee. Nou, Amira, je bent je hebt weer cash erbij. Hier, stare down hier, tussen twee... Hij heeft al verloren net, die andere. Tussen twee toppers. Wacht even. Oh, kom op jongens, niet doen, niet doen, niet doen, rustig. Don't touch my friend. Oké, pak elkaar maar. Ja, precies. Oké, Brahim heeft precies een klein jaar geduurd, maar je bent er. Toch? Heb je aandelen? Wat heb je nou afgedaan? We hebben foto's gemaakt. We hebben Bilo blij gemaakt. Oké, klasse. Als we Bilo blij kunnen maken, dan... Dan doen we het goed. Dan doe je het goed. Weet je wat ik grappig vind? Is dat iedereen op zijn manier vloggen leuk vindt. Natuurlijk. Ik geef gewoon de camera nou, bij iedereen. Nou, ik zeg heel lelijk, ik vind het niet leuk. Iemand heeft het aan me gegeven, hier heb je. Ja. Oké, het is tijd. Het is nu echt maintenance, dames en heren. Heb je nog een beetje kunnen slapen, Amira? Die moet je toch opwarmen, hè? Helemaal niks. Wat heb je gedaan dan, dit paar uurtjes? iPad. Gewoon iPad, gewoon even een beetje chillen. Trainer? Als goed strijden. Ja, man. Ja? Slaap, man. Ja, man. Ben je er klaar voor? We zijn er klaar voor. Zien we? Nee? Bijna leuk. Nee, hè? Nee, man. Ik weet wat er is. Hoe ze even kijken is. Sorry. Zullen we nog extra let op dingen of zo? Wil je wat voor dingen doen? Gewoon ons altijd doet. Niks vreemd. Nee. Dit stukje is een soort van mentale voorbereiding ook voor jou? Je voelt wel echt energie hier zo, echt gewoon van... Het moment dat je in de kleedkamer aankomt is een ander verhaal. Het is gelijk druk op je schouders. Je weet dat je over een paar uurtjes dringen moet. Vooral voor een meisje. Dan is het... Alsof het een klein zusje, dus
je toch extra motiverend. Maar moet goed komen als het goed. Ja, toch? Ja, zeker. Ze heeft hard getraind. Is alles eigenlijk gewoon ready? Ja, ja, zeker, zeker. Dus, maar voelt het voor jou alsof je eigen wedstrijd gaat spelen? Ja, kijk, het moment dat je naar de ring toe loopt, dan wel, man. Dan is het alsof je zelf de ring in gaat. En ook hier zo eigenlijk, hoor, die geur, ja, ijzerolie. Ja, gewoon balsem en zo. Balsem, alles. Je ziet die jongens komen met kapotte schenen naar hier. Maar, zo relaxed, man. Het voelt goed. Mooi, man. En Amira, hoe voelt het voor jou om zo in de kleedkamer te zitten? Ja? Ze heeft hard getraind. Heeft ze goed getraind? Ja, ja, zeker. Ze is met Sabri, andere trainer, hoofdtrainer. Heeft ze heel goed voorbereid. Dus het moet goed komen. Nou, we gaan jullie met rust laten, kunnen jullie concentreren. Oké. Okay. Ik hoor lijpe dingen hier. Hoe is dat als je haar zo tegenkomt? Je keek er wel echt, echt boos aan. Ik zag gewoon in haar ogen dat ze gewoon een beetje bang was. Boxing match. Hopefully you'll get this message before you fight. God bless you. Go into it, focus, pace yourself. Pow!
Monsieur le maire d'Orchy, monsieur Ludovic Oboa, à ses côtés pour la direction du Nabo Pélène Arena, madame Marie-Christine Filaretto, totalisant 10 combats, champion régional, champion de France, champion du monde. Продолжение следует...
Mesdames et messieurs, c'est sur le ring de l'Enthusiade. Vos applaudissements. Ik begrijp niet wat die man zegt, maar maakt niet uit. Goedemorgen, Gert. Je spreekt met Fight Up, die van Cantera Management. Ja, dankjewel. Ja, goedemorgen. Het is precies 11 uur, hè? Ja, ik loop even naar boven en ik ga je bellen, maar je bent me voor, dus was ik goed. Nou, alweer gefeliciteerd met de nieuwe wereldtitel. Ja, dankjewel. We zijn er heel blij mee. Ik denk dat voor het team die ook mee was, waren met Morkaans TV en Videoland, was ook mee en Brian Vlogs. Ze waren wel met al wat media mee, dus die namen constant al daarvoor al op, van het moment dat we vertrokken op vrijdag. En op een gegeven moment heb je toch constant over. En, maar het is ook zo intensief dat bij kinderen moet je dat ook zeker niet langer gaan hanteren. Maar als ik het goed heb, is het nu maar een derde wereldtitel? Ja, dat klopt. Dat is, als je 9 jaar bent, die ben nog 3 keer wereldkampioen geweest. Wat is dan nog ons volgende doel? Nou ja, kijk, het is bij kickboksen is het gewoon dat je een wereldtitel hebt of een Europees titel bij een bond. En het mooiste is gewoon bij de allerhoogste bonden ook titels gaan te pakken. En einde van het jaar is weer een wereldtitel vanuit Infusion in Abu Dhabi. Naar alle waarschijnlijkheid gaan we daarvoor ook uitgenodigd worden. En we moeten even komende week even samen... Met de trainers ook een... Ik ga hier dan nog even van. Ja, zeker. Ze is hier naast me. Ik ga haar geven. Oké, dan. Hier komt ze. Dankjewel. Alsjeblieft. Hallo? Dag Amira. Gefeliciteerd. Dankjewel. Was het heel zwaar gisteren? Nee, niet echt. Ik was wel een beetje... het begin, het middag was ik wel een beetje moe geworden. Toen was het natuurlijk afgelopen en dan moet je wachten op de jury die de uitslag geeft. Vond je dat heel spannend? Toen vond ik het wel spannend. Nee, want je vindt dat je het niet gewonnen hebt? Ja. Ja, maar wat Fahid net vertelde, nou, in het begin was het misschien moeilijk, maar daarna heb je goed herpakt en was je gewoon de betere van de twee. Ja, omdat ik in het begin, de eerste rond, de eerste seconde, toen wist ik nog niet, want ze had op het hoofd geslagen en ik wist niet dat je op het hoofd mocht, want ze zeiden, je mag niet op het hoofd. Ja, toen ging ik steeds beter en de tweede ronde ging ik wel heel hard. Ja, en toen kwam je
Ja, hartstikke goed, joh. Ja. 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 Dankjewel. Succes verder met Amira. En goede reis terug. Dankjewel. Dankjewel. Tot ziens. Dankjewel. Bro. Knieën. Hey, oh, die doet pijn. Oh, die doet pijn. Oh. Sorry. Knieën, Amira. Coach jou. Sorry. Knieën. Ah, je hebt afgetikt. Ja. Hij heeft gewonnen. En we maar oké, klaar. Kom maar gaan. Even serieus, mensen. Wat hebben wij gezien? Wat hebben we net gezien? Dat zijn spelers van Lille. En krijgen wij denk ik voor elkaar om met hen op de foto te gaan? Nee. Zeg Ola, heb je geen vertrouwen in mij? Nee. Denk gewoon dat ik het niet kan. Voor hoeveel zullen wij wedden? Ik krijg 50 cent. 50 cent? Nee, krijg je 20 cent. Nee, 50 cent. 50. Oké, 20 cent. 20 cent dat mij gaat lukken om een foto te maken met het team van Lille, dames en heren. Ze spelen vanavond tegen Paris Saint-Germain. Lille, wat is dit van jou? Dit is van jou. Oké. Ik ga het regelen, mensen. Ik weet het zeker, inshallah, bi'idhnillah. Als zij deze kant op komen, dat ik een foto ga regelen. Die spelers van Lille. Bonjour. Guys, we have here the world champion. 9 years old, yesterday. We want to make a picture with you, is that okay? Is het oké om een foto te maken? Ja? Ja, ga maar staan. Is de world champion van de foto? Oké, wat is het? Gaan we die andere space maar halen? Mag ik even? Ja? Yes. Guys, wat is het? Hou je maar zien. Het is gelukt! Het is gelukt, jongens! Ik heb 20 cent! Jawel, mensen, daar zijn we weer. We zitten samen in de auto, we rijden nu terug richting Nederland. En wat was mij dit, even serieus, wat was dit een weekje, zeg? Nou ja, weekje, 3 dagen. Hoe vond je het uiteindelijk? Goed. Ja? Ja. Vond je het tof? Ja. Was wel spannend, hè? Ik zag het aan jou, je vond het wel spannend, ik zag het. Nee, ja, je was echt rustig. Echt niet in de kleedkamer, niet. Ik was druk. Ja, in de kleedkamer was... Nu ben je de hele tijd druk. Nu maak je me helemaal gek. Jullie hebben geen idee, mensen. Maar ze maakt me helemaal gek in de auto. Oh, je dat Bilal? En elke keer doet ze dit zo op mijn buik. Nee! Ja. Waar is Bilal? Ja, mensen, ik wil even benadrukken. Ik zou Bilal heel graag mee willen nemen, maar... Soms lukt het gewoon niet om Bilal mee te nemen. Het is, uiteindelijk kijken we bij iedere video of het beste is voor Bilal. Het zijn 3 hele intensieve dagen voor hem. Hij is druk. En zij moest zich focussen, ja. Dan gaat hij de hele tijd aan iedere klitten en dan, hij is weg dan en hij moet het filmen en dan is hij weg. Opeens voedt hij hem, zien we niet meer. Ja. Opeens is hij naar buiten gered of zo. Ja. Is hij naar andere land gered, naar Afrika of zo. Maar mensen, echt, als het kan neem ik Bilal altijd standaard mee. Soms lukt het gewoon niet, soms wil hij zelf niet. Maar het is in een ander land. Dat, ja. Maar we gaan nog een video maken. Met Bilal erbij? Ja, en dan op training. Ja, hè? En ook gewoon één video. Gaan we doen. Dus het is niet dat we hem niet erbij willen hebben, absoluut niet. Maar soms denken we over... Ik vraag heel de tijd aan jou, hè? Ja, Ola, ze maakt me wel gek, zeg ik eerlijk. Ola, ze vraagt er iedere keer om. Maar we gaan het regelen. Ja toch? Ja. Hey, wat wil jij aan de kinderen en aan de jongeren vertellen? Wat zou je aan hun mee willen geven? En dat ze moeten blijven bewegen en blijven sporten. En veel ook gezond moeten eten. En soms af en toe mag je wel ongezond eten, maar niet veel stoepjes. En ga niet in je bed liggen. Mensen. Ik hoop dat jullie een toffe video vonden. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Besef, deze jonge dame is 9 jaar. Ze is 4 keer Europees kampioen. 3 keer wereldkampioen. Ja, gisteren geworden. 3 keer. Dus inshallah komt er heel veel meer. En zo zie je, als je keihard werkt, kan je alles bereiken wat je wil. Vergeet niet te delen. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet op het belletje drukken, zodat je altijd als eerste een video krijgt. Want, Amira, wij zijn echte, 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 echte vrouwen.
En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd positiviteit. Positiviteit. Aarde. Allah. Aarde voor dit. Ken je een soort vettigheid uit je hoofd? Ja. Doe dan. Jij moet ik hem aan doen? Nee, ik begin eerst. Oké, jij begint. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim wa 'alayhim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.